Xette is een open source auteursomgeving waarmee je heel makkelijk interactieve online modules kunt maken. Het wordt gebruikt van VO tot en met de universiteiten. Het mooie van Xette is dat je er geen kennis van HTML voor nodig hebt. We gebruiken Xerte voor een aantal dingen in de opleiding. We hebben een aantal modules gemaakt voor studenten om zelfstandig mee te werken. Les over wijkgericht werken bijvoorbeeld. Daarin zitten alle opdrachten zelf. Daarin kunnen ze in groepen werken of zelfstandig werken. Maar dat is echt een module van meerdere weken. Waar al het lesmateriaal in staat. En we gebruiken Xerte voor de bootstrap pagina's. Dus de webpagina's waar we informatie op hebben staan. De reden dat we voor Xerte gekozen hebben is omdat het eigenlijk heel makkelijk is. Het is een open source programma waarin heel veel mogelijkheden zitten voor ons. En het is handig in beheer. Een van de klachten die onze studenten eerder hadden is dat we het lesmateriaal wat verplicht was, boeken, readers, werkboeken, dat we dat te weinig gebruikten in de les. En ik denk dat ze studenten daar gelijk in hadden. En op het moment dat wij een nieuw lesmateriaal voor onze opleiding gingen zoeken, hebben we hier rekening mee gehouden. En die digitale module is ontwikkeld door ons en betalen studenten niks voor, omdat die software in school aanwezig is. En studenten zijn nu tevreden. In de laatste enquête die we hebben afgenomen, zijn studenten tevreden over het onderwijsmateriaal. En dat is een significante stijging geweest. Wij gebruiken Xerte omdat het in tegenstelling tot ons oude pakket op alle platforms werkt. En het bijkomend voordeel is dat docenten daar ook heel makkelijk zelf dingen in kunnen wijzigen. Omdat je vanuit leerdoelen, vanuit maatwerk, heel makkelijk kleine blokjes kunt aanbieden. En waarbij je leerlingen dus veel makkelijker kunt bedienen om datgene te doen wat ze willen doen. Sommigen werken analoog, sommigen graag digitaal. Korte stukjes om hun kennis bij te schaven enzovoort. In die module kan ik heel goed de voortgang zien van de studenten. En ik kan dus zien, als ik 40 studenten de opdracht geef om die module te raadplegen, en er zijn 35 studenten die dat gedaan hebben, nou dan ben ik wel tevreden. Dan moet ik kijken welke 5 ik nog aan moet spreken, maar ik ben wel tevreden. En dat kan ik voor de doelgroepentoets, kan ik ook zien hoeveel mensen hebben nou die online reader van de doelgroepentoets bekeken. Dus ik hou erbij en ik kan zo per klas wel een beetje inschatten of dat gebeurt of niet. Bij Deltion is het onderwijs in principe blended, dus dat betekent dat we en een online component en klassikaal hebben. Nou, Xerte geeft perfect invulling aan onze online component. We kunnen daar eenvoudig mee ontwikkelen, maken prachtig interactief lesmateriaal. Nou, je hoeft niet te programmeren, het is Nederlandstalig, het is een hele hoop al voorgestructureerd en dat betekent dat de mensen in het onderwijs vrij snel resultaat krijgen naar werken. En dat is het belangrijkste, vind ik. Ik ga vanuit het hele palet uit, want ik denk niet dat de vorm, dus het pakket voorop moet staan, maar welke keuzes maak je didactisch en die bepalen wat je nodig hebt. Nou, ik zeg, het is één van die mogelijkheden en een hele mooie mogelijkheid.